Ook dit jaar is er weer het Sinterklaashuis in Cultura. Tot 4 december kun je bij Cultura terecht voor allerlei Sinterklaasactiviteiten. Dit jaar met Sinterklaas hebben we 3 activiteiten. Kinderen kunnen knutselen, ze hebben een doelboekje voor waar ze een gedichtje kunnen schrijven, een verlanglijstje kunnen maken. Sinterklaasje kunnen tekenen en uitknippen, allemaal dat soort leuke dingetjes. We hebben een dansactiviteit voor de kinderen, ze kunnen een leuke pietendans doen met de dansdocenten die later ook uitvoeren. En als laatste kunnen ze ook nog Sinterklaas ontmoeten. Helaas kunnen ze er ook bij Cultura niet omheen, want er moet rekening worden gehouden met de huidige coronamaatregelen. We hebben 60 kaartjes per uur, dus 60 kinderen eigenlijk. Als ouders mee willen, dat kan en dat is mogelijk. Ouders laten bij binnenkomst een geldige QR-code zien, waarmee ze eigenlijk verder mee mogen het gebouw in. Door het gebouw heen lopend dragen ze een mondkapje, zitten ze bij een activiteit, mag het mondkapje af. Per activiteit kunnen 60 kinderen aanwezig zijn. 60 per uur en dan die als het volledig is uitverkocht, zeg maar, dan worden die 60 gedeeld door 3. Tot nu toe zijn er positieve reacties. Ik krijg tot nu toe eigenlijk altijd wel hele positieve reacties. Zodra kinderen het woord Sinterklaas horen, zijn ze meestal hartstikke enthousiast en positief. En voor de rest, je ziet gewoon dat ze het hier hartstikke leuk hebben. En het is natuurlijk het belangrijkste dat de kinderen gewoon een leuke ochtend of leuke middag hebben. En daar doe je het natuurlijk voor. En ik heb hier nog niet iemand eigenlijk met een traan op hun gezicht weg zien lopen. Alleen maar met grote glimlachen.